Mijn naam is Poëzia. En sommige mensen kennen mij als heel zakelijk en heel afstandelijk. En andere mensen kennen me juist als iemand die heel aanwezig is en heel gezellig is. En andere mensen kennen me misschien als een heel stille jonge dame, bescheiden jonge dame. En hoe verschillend die eigenschappen ook zijn, hebben ze allemaal één ding gemeen. En dat is dat ze best wel oppervlakkig zijn. Ik ben eigenlijk ook best wel oppervlakkig. En dat heeft vooral te maken met het feit dat mijn hart nooit openstaat. Dus toen Daisy mij vroeg om hier te staan vandaag, vond ik dat best wel moeilijk. Want we hebben allemaal onze angsten. En mijn grootste angst is gekwetst worden en anderen kwetsen. Ik geloof echt dat ik de pijn van gekwetst worden niet overleven kan. En waarschijnlijk kwets ik mensen om me heen veel meer dan dat ik denk door mijn gesloten hart. Nou, laatst kwam ik een quote tegen en die luidde: ik ben de quote gewoon kwijt. Ja, die luidde: what happens to people when they open their hearts? They get better. En eigenlijk sinds die tijd probeer ik elke dag een klein stukje van mijn hart te openen, om zo elke dag een klein stukje te helen. Betekent overigens niet dat iedere situatie beter wordt zoals ik dat wil. Maar waarschijnlijk hoop ik dan wel mijn innerlijke. Dat is een kleine introductie op de tekst dat ik ga doen. Dus hier gaan we dan. Jij zocht mij onder de regels omdat je dacht dat ik tussen de woorden in stond. Je vond mij niet. Ik was daar niet. Je vond wel andere woorden die je duidelijk uitsprak en aan mij liet horen. Dit waren geen complexe verben, maar simpele, eerlijke en duidelijke woorden. Ik had beloofd om mezelf niet meer te verliezen in andermans woorden, maar juist mezelf vast te spijkeren in de grond, mijn eigen hart door de gronden, mijn eigen woordenschatkist te vinden, te openen, om duidelijk, eerlijk en simpel jouw zoektocht af te sluiten. En je te verwelkomen bij de onthulling van mijn hart. Maar mijn comfortzone zit niet comfortabel wanneer ik moet blijven staan. Dus deed ik wat heel normaal was en vanaf dat moment verdween ik van jouw radar. Je keek me aan, je keek naar de ritme van mijn gebaren, mijn ogen die werden licht en leeg, mijn motoriek lam. Je hoopte mij nog te kunnen vinden in de poses. Maar ook daar was ik niet. Dus ook daar vond je mij niet. Dagen, weken, maanden later knipperde ik met mijn ogen. En de waas waarin ik verkeerde, eclipseerde. Ik wilde naar je toe rennen, ik wilde je omarmen. Want ik was eindelijk gevonden. Dus kon ik jou nu beantwoorden. Maar jij? Jij bleek verloren aan haar. Jij bevestigde aan mij dat de waas waarin ik eerder verkeerde, daar waar verwarring de koning was, daar waar oneerlijkheid regeerde, jij bevestigde aan mij dat die verwarring en twijfel de waarheid sprak. Soms, wanneer ik je lees, vraag ik mij af of jij die ene kus nog weet. Of kan je jezelf nu nog alleen maar vinden in de afstand die ik daarna creëerde. Dank jullie wel.
Wauw. Ik las trouwens, je hebt een gedichtenbundel uitgebracht, hè? Heb je die toevallig bij je? Waar kunnen we die vinden? Op mijn Facebook-page staat de link, daar kan je hem bestellen. Oké. Okay. Poëzie@gmail.com. Mm-hmm. Mocht je meer willen. Dat was super, dankjewel.